Toen de Olympische Spelen een tijd geleden hier in Berlijn werden gehouden, werden de stadions gebouwd voor alle sporten die moesten worden gedaan. Maar natuurlijk ook een Olympisch dorp waar alle sporters in konden verblijven. En het is heel gek om te beseffen dat die gewoon vroeger hier hebben gelopen. Plus Adolf Hitler ook, want dit Olympisch stadion is namelijk door Nazi-Duitsland gebouwd in 1936. Volgens mij gaan al deze gangen gewoon door naar al die gebouwen die hier staan. Het gebouw is namelijk nooit zo lang als dat deze tunnel is. Dus dit is waarschijnlijk de verbindingstunnel ondergronds naar al die slaapplekken. Moet je eens kijken, dit is het zwembad geweest. Kijk eens hoe ziek. Mijn naam is Golden Zweep, a.k.a. Van Eltax. Ik ben 20 jaar oud en ik neem jullie mee in al mijn avonturen. In 1936 werden in Berlijn de Olympische Spelen gehouden. Op dat moment had Adolf Hitler de macht in Duitsland. De Olympische Spelen werden in dat jaar dan ook georganiseerd door het naziregime. Om alle 4000 atleten kwijt te kunnen gedurende de Spelen moest er een Olympisch dorp uit de grond worden gestampt. Er werden 140 woonblokken gebouwd die na de Olympische Spelen nog heel even door het Russische leger werden gebruikt. Maar later werd heel dit Olympisch dorp eenzaam achtergelaten. Een verlaten dorp met een trieste geschiedenis, waar al jaren niemand meer is geweest. What's up mensen, welkom bij deze nieuwe video en vandaag heb ik iets heel erg vets voor jullie. Ik ben op dit moment nog steeds in Berlijn, samen met Thies en met Ryan. En wij gaan dus vandaag naar een verlaten Olympisch dorp. Toen de Olympische Spelen een tijd geleden hier in Berlijn werden gehouden, werden de stadions gebouwd voor alle sporten die moesten worden gedaan. Maar natuurlijk ook een Olympisch dorp waar alle sporters in konden verblijven en in konden trainen. En vaak na een Olympische Spelen worden die stadions en Olympische dorpen helemaal niet meer gebruikt. En ook in dit geval wordt dus hier in Berlijn dit Olympisch dorp niet meer gebruikt en kunnen wij hier dus gewoon in en is het een verlaten locatie geworden. Met de auto reden wij vanaf ons appartement naar dit verlaten Olympisch dorp toe. We parkeerden de auto en al snel daarna zagen we dat deze plek goed beveiligd was. Er hingen niet alleen maar bordjes ter waarschuwing, maar er waren zelfs bewakingscamera's. En vanaf dit moment zijn we illegaal bezig. Oké, daar zo is een camera. Dus we moeten gelijk achter deze zandberg onszelf stoppen en dan richting het Olympisch dorp gaan lopen. Ze zijn hier volgens mij een riool aan het leggen. En we lopen nu dus door deze zandbulken op weg naar die andere kant, want daarachter zijn die gebouwen van het oude Olympisch dorp. En daar wilden we uiteindelijk natuurlijk uitkomen. Maar dat kostte wel even moeite. Dit is echt ninja stealth to the max. We zijn echt door als James Bond hier door deze berg aan het rennen. Daar zijn die gebouwen. Maar daar ook. Dus ik zeg dat we via die kant heen gaan. We gebruikten de zandbergen om onszelf te verschuilen voor de camera. Als we namelijk nu werden gezien, werden we sowieso gepakt. We moesten dus echt de bergen gebruiken om onszelf te verstoppen. Oké, blijf lagen. En na een spannend begin kwamen we dan eindelijk aan bij de allereerste huizen van dit verlaten Olympisch dorp. Nou, we zijn gearriveerd in het eerste huis van vandaag. Dit was dus een van die huizen waar die sporters in konden slapen. Boris, ja? Check al deze bloempotjes die hier liggen. Dit is misschien wel voor zo'n kwekerij, joh. Wat? Even serieus, kijk hoeveel hier ligt. Wat? Snap je? Oh, dit is wel heel raar, ja. En daar staat ook een kei grote lamp. Toch, dat is zo'n heater, toch? Ja, man. En kijk, allemaal potjes hier. Allemaal om mee te kweken. Misschien is hier ooit wel een wietplantage geweest. Ja, dat denk ik wel, ja. Het begon nu al een beetje mysterieus. Een 100 stuk potjes waar normaal bloemen in worden geplant, maar waar ook nog wel eens in kan worden gekweekt. En dat in combinatie met een grote lamp ernaast zag er bijna uit alsof hier ooit een wietplantage is geweest.
Dit is dus een van die huizen waar die atleten konden slapen. Nadat die atleten dus een wedstrijd hadden gespeeld voor die Olympische Spelen, die hier dus in 1936 was, wilden ze natuurlijk even gaan chillen en slapen en dan konden ze dat dus in een van deze huizen. Na dit eerste gebouw was het voor ons nog even zoeken hoe we verder het terrein op konden komen. Er stond namelijk nog één hek tussen ons en de echte grote gebouwen. Hier klommen we overheen en daarna kwamen we uit in een grote straat waar enorme panden stonden. Grote flats waar plek was voor alle 4000 atleten. Volgens mij lopen we nu echt op de hoofdweg van dit verlaten dorp. Moet je eens kijken, we hebben hier een hele straat met allemaal gebouwen hiernaast. Waar die topatleten die dus mede aan de Olympische Spelen gewoon in konden chillen en slapen. Nadat ze klaar waren met de wedstrijden. En het is heel gek om te beseffen dat die gewoon vroeger hier hebben gelopen. Plus Adolf Hitler ook, want dit Olympisch stadion is namelijk door Nazi-Duitsland gebouwd in 1936. Deze locatie is daarom tot op de dag van vandaag nog militair gebied. Dus daarom was het erg spannend om binnen te komen. Maar we zijn er en nu gaan we gewoon al die gebouwen exploren. De trieste geschiedenis van de Olympische Spelen in 1936 was bijna terug te voelen tijdens het lopen door deze oude gebouwen. De Joodse bevolking werd al een aantal jaar buitengesloten en weggepest in Duitsland. Joodse sporters mochten geen gebruik maken van trainingsfaciliteiten waardoor ze zich niet konden kwalificeren voor de Olympische Spelen. Adolf Hitler versoepelde een aantal weken voor de Olympische Spelen alle antisemitische wetten om beter over te komen bij landen als Amerika en Nederland. Amerika en ons land wilden namelijk de Olympische Spelen in Nazi-Duitsland eigenlijk boycotten. Door de versoepeling van de antisemitische wetten was het dus een tijdje rustig voor de Joodse bevolking in Duitsland. Maar schijnbedriegt, want na de Olympische Spelen werden deze wetten opnieuw ingevoerd. Deze gebouwen geven dan ook een goed beeld van de triestheid van de Olympische Spelen van 1936. De periode voor de hel echt losbarstte. Kijk eens hoe immens groot het hier is. Absurd. Dit hier wat jullie hier zien is waarschijnlijk vroeger een jacuzzi geweest waar die atleten nadat ze een wedstrijd speelden lekker in konden relaxen. Want je ziet hier zelfs nog alle muurschilderingen en dingen hangen aan de muur van vroeger. Er is weinig meer van over, maar je kan het nog herkennen. Maar tussen deze oude gebouwen liepen er natuurlijk ook gewoon beveiliging. En terwijl ik rustig aan het vliegen was met mijn drone, kwamen Ties en Ryan snel teruggerend. Er kwam beveiliging aan. What the fuck? We hebben mensen gezien. En we zitten echt op terrein dat wij niet mogen zijn, hè. Over het komen hier staan. Nadat ik snel mijn drone uit de lucht had gehaald, vluchten we snel in gebouw in. Hier konden we ons goed verstoppen voor de beveiligers. In dit enorme gebouw zouden ze ons nooit gaan vinden. Ties en Ryan zagen dus net een beveiliger lopen terwijl ik met de drone aan het vliegen was. Dus ik heb super snel mijn drone naar beneden gehaald. Maar nu zijn we dus een gebouw ingevlucht om te kijken waar die gast is. Vanuit binnen hielden we via de ramen goed in de gaten waar de beveiliging liep. Helaas verloren we hem al snel uit het oog en konden we hem niet meer zien. We besloten om heel stilletjes dit gebouw te gaan bezoeken. In deze kamer zien jullie het oude bang ook nog erop zitten. Hier zo rood, hier zo blauw. De oude kleuren zijn nog zichtbaar. Zelfs de patronen zie je hier nog in zo. Nu ik het zo zie, zijn het eigenlijk maar hele kleine kamertjes. Maar er waren natuurlijk ook superveel sporters die moesten verblijven hier voor de Olympische Spelen. Holy fuck. Moet je kijken hoe ver dit gaat. Volgens mij gaan al deze gangen gewoon door naar al die gebouwen die hier staan. Het gebouw is namelijk nooit zo lang als dat deze tunnel is. Dus dit is waarschijnlijk de verbindingstunnel ondergronds naar al die slaapplekken. De gevangenis, joh. Moet je kijken. Kijk, vriend. Dit zijn toch gewoon gevangenissen? Sowieso. What the fuck, precies, echt. Al die atleten gewoon die wonnen en niet van Duitsland waren, gewoon een celletje werden gezet. Fuck, mensen. Omdat het ons toch niet lekker zat dat de beveiliging over deze locatie heen aan het lopen was, besloten we om buiten toch maar eens te kijken waar de beveiliging nou echt was. Ze zitten sowieso in dat kot daar, man. Zie je dat kot? Ja. Moet daar eens op inzoomen. Dat kot, die komen sowieso van daar.
Want die stonden daarnet, hè. Dus dat is wel echt fucked up. Naast slaapplaatsen voor de atleten waren er natuurlijk ook altijd trainingplaatsen. Een atletiekbaan, een voetbalbaan en een zwembad. En hier gingen wij daarom naar op zoek. Hier zien jullie nog de afdrukken van waarschijnlijk het sportgedeelte van het kogelstoten. Want dat is namelijk ook met zo'n vierkanten voor en dan zo'n baan. Dus we zijn nu aangekomen bij de atletiekbaan. Jullie zien hier de hele ronde waar de atletiekers overheen konden rennen. En ook nog eens in de midden voetbalgoaltjes voor het voetbal. Het is vet dat naast al die slaapplekken ook nog al deze sportoverblijfselen te zien zijn hier. En holy shit. Moet je eens kijken, dit is het zwembad geweest. Kijk eens hoe ziek. Hier in dit bad zwommen ze alle Olympische wedstrijden. De korte afstanden en de lange afstanden allemaal in dit bad. En nadat we het zwembad gezien hadden, was het voor ons tijd om weer snel naar huis te gaan. Op naar het volgende avontuur. Wil je nou niets missen van alle nieuwe avonturen, abonneer je dan gelijk op Vueltax. En dan zie ik jou bij het volgende avontuur.